Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is zaterdag 17 augustus. Ik ben al een poosje wakker hoor, het is al 12 uur. Vanochtend even bij mijn ouders geweest, want Laura en Roik waren daar met het boek is klaar, het fotoboek. Dus dat heb ik even gezien, het is echt heel gaaf geworden. Dus dat vond ik wel spannend, want ja, als je het zelf maakt weet je natuurlijk nooit of het goed komt. Maar het is heel goed gekomen, want hij is echt heel mooi. Nu ben ik de proefvideo online aan het zetten. Met Cas samen, dus dat is ook heel leuk. Even een leuke thumbnail gemaakt en zo, dus super. Ook is die geworden, ik vind hem echt heel leuk. Dan ga ik vanmiddag naar Amersfoort, naar vrienden. Lekker pokeren en zo. Ik neem de camera mee. Ik weet niet, zij zijn allemaal niet zo heel erg van het vloggen in YouTube en weet ik het allemaal. Dus ik kijk nog wel even wat ik ervan kan filmen. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het is alweer een tijdje geleden dat ik ze gezien heb. Dus ja, ook veel zin in. En morgen heb ik nog geen plannen volgens mij. Dus nou, we gaan het zien. Ik heb in ieder geval zin in het weekend weer. Dus bij mij gelijk weg. Nou, we zijn al een poosje bezig. Dit is tot nu toe mijn set. Ja, de buurman heeft nog veel meer, maar ja, hè. Je hebt tegenlicht, dus niemand ziet je. Het was nog veel meer tegenlicht. Dat is de gastheer. Dag Luc. Hey! Ja, ik ga hem even op de kast zetten. Dan kan ik even een leuke... Ga je mee? Nee, ga je mee? Zeker niet. Dan heb ik een nieuw YouTube show. Johan, ga je mee? Kom. Cool. Nou, was jij al wat? Ga je mee of ga je zelf? Ik ben wel drie spelers. Mag ik? Ja, nu mag ik. Ja, toch wel. Cool. Ja. And the river. Ooh. And Beth. Hey jongens. Ja, daar liggen drie harten op tafel hoor. 2,50. Zo gauw je joh. 3. Nou, ga je dan mee? Zal ik nou wel of niet meegaan? Ja, dat is een goede keuze. Nou, laat maar zien dan. Kom op dan. 3 A's. 3 A's, ja. Oh! Jezus! Dan zijn je pluspunten ook al aan de maand. Zo, hé. Hij had goed gespeeld. Nou jongens, dit is mijn inzet. Dit is mijn winst. Daar heeft deze meneer net even wat aan gedaan. Want wat daar lag, lag net deels nog hier. Vind ik niet zo leuk. Dat is een beetje jammer weer. 12. Maar nu moet ik even tellen. Alsof ik zo soepeltje ben. Heel soepel. Kijken, wat heb ik nou? 15. 15. 16. 16. En jij hebt? 11,55. Hoeveel had jij nou, Michiel? 19 euro. Ja. En daar zijn een beetje de verliezers, oh, ben ik bang. En ik 20 cent. Zo, ik ben thuis. Zoals je ziet is het bijna 1 uur. Ik sta nog geparkeerd. Ik zit nog in de auto en ik ga lekker naar boven. En dan ga ik slapen, want ik ben best wel moe eigenlijk. Het is ruim een uurtje rijden. Dus ja, dan ben je toch al gauw weer wat later thuis, zeg maar. Ik zie jullie morgen wel, trusten.
Goedemorgen. Nou, eigenlijk is het al goedemiddag hoor. Het is 2:00 middags al. Ik heb lekker een relaxed ochtendje gehad. Niet veel gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar is het zondag voor, toch? Voor de rest best een druk weekend gehad. Gisteren natuurlijk ook laat thuis. Ik was 1:00 thuis of zo. Dat is wel echt mega gezellig. En nou, pokeren ging ook wel goed. Ik had 11 euro winst. Dus dat is niet verkeerd. Ja, we leggen altijd 5 euro in. En dan krijg je een bepaald aantal fiches. En als dat op is, mag je kiezen of je bijkoopt voor weer 5 euro. Of dat je stopt. En ik had voor mezelf bedacht dat ik 15 euro of zo wilde uitgeven. Maar dat was helemaal niet nodig. Want ik heb 1 keer gekocht. En daar heb ik de hele avond mee kunnen spelen. En dus nog 11 euro winst binnen weten te halen. Dus nou, dat is niet verkeerd. En nu ben ik lekker even aan het kleuren en een beetje filmpjes aan het kijken en zo. Ik ga straks nog even bij Pama eten. En vanavond laat ik jullie nog even die matroska's zien. Want ik ga ook nog even een vlog maken. En dan kan ik daarna, als ik daarmee helemaal klaar ben vanavond, kan ik jullie nog eventjes de matroeska's laten zien. Want die zijn wel erg leuk geworden. En dan komt mama van de week morgenavond misschien wel even. Want ik wil dan in die kast een beetje ruimte gaan maken. Want er zijn ook heel veel dingen die ik gewoon niet meer wil. Of niet meer gebruik. Of die gewoon weg kunnen. Dan wil ik daar wat ruimte in gaan maken. En in die kast heb ik natuurlijk ook wel wat ruimte nog. Dus nou, we kijken wel even wat het gaat worden, maar dat resultaat gaan jullie dan later nog wel even zien. Zoals je ziet, het is inmiddels al de volgende dag. Van filmen is gisteren niet zo heel veel meer gekomen. Maar ja, ik heb wel een lekker dagje gehad. Lekker rustig en ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel meer gedaan. Maar ik wilde nog wel eventjes de weekendvlog afsluiten. Dus dat ga ik bij deze even doen. Dankjewel voor het kijken. Doe je duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer in de volgende vlog. Doei doei!